Maar als ik aan de oncologie denk, dan denk ik aan het oncologiecentrum. Dan denk ik dat wat patiënten hier te horen krijgen. Mensen die veranderen in patiënten. Mm-hmm. En die een onbezorgd leven verandert in een leven vol met angst en vragen. En waarin er hier een team klaarstaat van professionals die de patiënten weer hoop en vertrouwen op de toekomst kunnen geven. En daarin ook de nodige aandacht en toewijding voor de patiëntenzorg geven. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de verpleegafdeling interne geneeskunde. Wat bijvoorbeeld daar heel mooi is, is dat daar verpleegkundigen in de rij staan om met de oncologieopleiding te mogen starten. Op de oncologische dagbehandeling, ook een mooie afdeling waarin patiënten een lastig traject hebben in hun behandeling, waarin ze chemokuur krijgen, wat vaak een grote impact heeft op hun kwaliteit van leven. En waarin je ziet dat verpleegkundigen daar met heel veel aandacht en toewijding die patiënten door dat proces van chemokuur helpen. Maar ik denk ook aan het transmuraal palliatief team en aan de spiritueel zorgverlener. Dat zijn mensen die, als dat dan helaas geen hulp meer mogelijk is of geen behandeling meer mogelijk is, is dat hun nog zorgen dat de laatste maanden van het leven nog draaglijk zijn. Mm-hmm. En dat ze op een mooie manier afscheid kunnen nemen. En dat doen we ook over grenzen heen van het ziekenhuis. Dat doen we met een transmuraal palliatief team waarin huisartsen werkzaam zijn. En waar ook specialisten ouderenzorg en een team verpleegkundigen van intern en extern. En die op die manier ook de zorg over de grenzen van het ziekenhuis heen waarborgen. Mm-hmm. Ik ben onder andere trots op het colorectale zorgpad. Wat we hier heel goed hebben ingericht. Snelle diagnostiek, snel duidelijkheid krijgen voor de patiënt. En goede informatievoorziening. Dat is ook waar we regionaal hoog ogen mee gooien. Waar men graag komt kijken en informeren hoe we dat hebben ingericht. En dat is echt typisch multidisciplinair en met z'n allen dit bereikt hebben. Waar wij hier in Vicurie natuurlijk ons mee gaan bezighouden in de nabije toekomst. Kijken of we een landelijke rol kunnen spelen in dat hele Healing Environment Plus idee. Die Human Sense Modulation waar we het over gehad hebben. Mm-hmm. Dus daar zal op de nabije toekomst zullen we daar met research proberen ook landelijke bekendheid te krijgen. Ja, en verder zul je in verdergaande mate samenwerking binnen netwerken gaan krijgen in Nederland. En waar wij natuurlijk min of meer voorloper zijn in het zuiden, de oncozone. Mm-hmm. Ja, dat zal toenemen onder druk van allerlei partijen. Dus ja, we zullen deels, er zal steeds meer concentratie van zorg zijn. En ik denk de allergrootste uitdaging gaat voor ons zijn om te zorgen dat de uitwisseling van gegevens tussen die ziekenhuizen goed gaat. Dat is natuurlijk nu nog absoluut een achilleshiel. Mm-hmm. En voor de patiënten daadwerkelijk waarmaken wat we willen, namelijk de zorg die nodig is dicht bij huis. En de komende 10 jaar denk ik dat het heel mooi is als we samen met de oncologen kunnen ontwikkelen dat als patiënten langdurig kanker hebben en dan een chronische ziekte wordt, dat wij ze ook geprotocoliseerd kunnen overnemen in de eerste lijn. En dan kunnen we ook gaan behandelen. Dus ik hoop dat we dat de komende 10 jaar kunnen gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Hoe we dat doelmatig kunnen gaan doen samen. Ja, met trots vervult mij dus het hoogleraarschap. Maar niet zozeer het hoogleraarschap op zich. Maar dat ik dat samen met Vicurie kan doen. En dat je dat uiteindelijk natuurlijk voor de patiënt doet. Dat voor de patiënt, voor de oudere patiënt, de zorg beter wordt. Ja, het bijzondere van het hoogleraarschap is dat je toch wat extra mogelijkheden krijgt om onderzoek te doen. En dat kan zijn van subsidie, dus gelden die makkelijker te verkrijgen zijn. Ook echt samenwerkingen. Je kunt meer onderzoek doen omdat je promovendi opleidt. Je leidt daarmee ook meer studenten op, artsassistenten. Dus op die manier kun je net iets meer bereiken. En samenwerkingen natuurlijk, dan dat je alleen vanuit Vicurie zou kunnen doen. Mm. En het is heel bijzonder, denk ik, ook dat dat juist vanuit Vicurie geïnitieerd is. Want Vicurie is een relatief klein STZ-ziekenhuis. En als je dan een hoogleraarschap op deze manier kunt installeren, dat is natuurlijk heel erg mooi. Ik denk dat het belangrijk blijft is dat we voor ogen blijven houden dat wij hier de goede zorg leveren dicht bij huis. En op het moment dat je dat niet meer kunt waarmaken, dat je dan moet zeggen, ja, dan moet je het op een andere manier gaan regelen. Want er zullen bepaalde onderdelen van kanker echt chronisch worden, ook in de uitgezaaide situatie. Ja, helaas ben ik nog niet zo opgewekt dat ik denk dat we alle oncologie tot een chronische ziekte kunnen omtoveren. Maar dat blijft wel de uitdaging voor alle onderzoeken waar we aan meedoen. En wat ons wel weer verder helpt, ook over 10 en over 20 jaar. We hebben heel veel mooie dingen
tot stand gebracht. Ik denk ook aan de NIOS deelaccreditatie oncologie. Hebben we een rap tempo gedaan met een heel team. En we waren het derde ziekenhuis in Nederland. Dus dat is ook iets om wel trots op te zijn. Iets anders is het transmuraal palliatief team. Dat betekent dat daar ook een mooi traject is afgelegd waar de financiële hobbels niet van de lucht waren. En desondanks is iedereen moedig doorgegaan en er staat nu echt een transmuraal palliatief team. Ja, dat staat gewoon als een huis. Ik vind het ontzettend fijn om met professionals mijn steentjes en stenen bij te dragen aan de oncologische zorg. Daar ben ik heel blij om, dat ik dit kan en mag doen en dat ik er ook de waardering voor krijg. Daarnaast Marion als patiënt, want dat is ook een gegeven. En iedere keer weer doet het zich toch voor dat ik behoorlijk gespannen ben. En dan is het heel fijn om een professioneel team om je heen te hebben met de nodige warmte. Ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om een goed programma in elkaar te zetten, want probeer maar eens alle partijen te pleasen of in ieder geval blij te maken, zeg maar. Maar ik vind vooral het voordeel ook van de conferentie is dat je samen met alle disciplines daar zit, je ziet elkaar wel eens even en je weet elkaar toch te vinden. Wat ik mee wil geven, wat ik hoop, is dat we iedere patiënt ook echt als uniek persoon proberen te beschouwen. En dat vergt van twee kanten inspanningen. Van de dokter om iets meer te verdiepen achter het verhaal van de diagnose en de klacht en het systeem waar een patiënt in zit. En of dat nou een 17-jarige of een 87-jarige is, voor beide is dat essentieel. En van de patiënt verwacht dat ook het meedenken op basis van de informatie die hij of zij krijgt. En ook het durven geven van informatie, ook al is dat precair of gevoelig of ogenschijnlijk niet relevant. Ik denk dat je dan een goede vertrouwensband krijgt met elkaar en dat dat alleen maar ten goede kan komen aan de behandelrelatie. Als ik een poli heb gehad waarbij ik het idee heb dat ik gewoon genoeg tijd voor iedereen heb kunnen nemen en waar ik het idee heb dat mensen gevraagd hebben kunnen hebben wat ze wilden weten en ook het idee hebben dat ik echt ze ondersteun met wat ze gaan doen. Het maakt me niet zoveel uit wat ze kiezen, maar als ze maar het idee hebben dat ze die keuzemogelijkheid hebben gehad en dat ze het idee hebben dat ik daar ook achter sta. En, ja, in good times en bad times, laat maar zeggen. Dus daar heb ik eigenlijk de meeste voldoening aan. Als ik echt, ik wil eigenlijk altijd proberen om per consult één grap of één lach of even, ook al is het nog zo zware thema's die wij moeten bespreken natuurlijk vaak, dat je toch op een gegeven moment even iets kan, de sfeer, de stress er even af kan halen, dat je het idee hebt, hey, er is ook nog iets leuks en we hebben toch nog ook lol kunnen we hebben. Zeg maar, van de 10 invitational conferences heb ik er 5 meegemaakt. Ik ben altijd, zeg maar, onder de indruk van het enthousiasme van de mensen die daar komen en ook van de verschillende insteken van de mensen. Het is niet alleen maar specialisten, maar ook iedereen die ook maar enigszins met oncologie te maken heeft, komt er bij elkaar en ja, in hun enthousiasme steken ze elkaar aan. Dus wel dan goed om vast te houden dat wat je daar zegt ook probeert in de toekomst ook echt uit te werken. En wat ik nog kwijt zou willen, zeg maar, voor de mensen in de zaal, nu op de 10e Invitational Conference, ga zo door. Dank jullie wel voor jullie enorme inzet voor al die jaren. Het geeft mij ook toch weer iedere keer enthousiasme om naar Venlo te komen. Of je nou ondersteunend personeel bent of niet, ik denk dat we echt met z'n allemaal één doel voor ogen hebben. En dat is die patiënt zo goed mogelijk door dat rot traject krijgen, wat het vaak is. Ik denk dat juist door die korte lijnen en doordat de contacten in mijn ogen behoorlijk goed zijn, dat we daardoor ook zo'n optimaal mogelijke zorg kunnen bieden. Ik denk dat samenwerken echt centraal staat inderdaad in die 10 jaar, maar hopelijk ook nog voor de rest. Ik vind het absoluut geweldig wat we de afgelopen 6 jaar nu, denk ik, hebben kunnen doen. En met name ook in de tumorweeggroep melanoom en in de oncologiebeleidscommissie. En wat mij heel veel verbaast is dat inderdaad de artsen die tegen mij zeiden, we gaan op gelijkwaardigen, gaan we met elkaar om, dat het ook inderdaad daadwerkelijk ook zo gebeurt. En dan dat hoogpunt en dat standpunt gezien kun je alles kwijt.
En kun je overleggen. En daar gebeurt ook daadwerkelijk wat mee. Ja, een paar jaar geleden, dan kan je zien dat het om kleine dingen gaat, kwam Paul Nijhuis naar ons toe. Dat hij vastliep tussen aanhalingstekens gezegd bij de bouw van de nieuwe oncologiecentrum. En met hoe die spreekkamers eruit moesten gaan zien. En daar hebben wij ons dan ook mee mogen bemoeien. Wij hebben ook het standpunt kunnen aangeven. Hoe die spreekkamer dan ingericht zou moeten gaan worden. Dat is ook daadwerkelijk ook meteen opgevolgd. En dat vind ik toch leuk dat wij als patiëntvertegenwoordiger dan ook daadwerkelijk de doorslag hebben kunnen geven. Om dat inderdaad zo te doen. Ja, de conferentie is wel steeds het programma is steeds anders. En steeds weer vanuit een andere invalshoek. Maar je ziet toch dat het ook weer motiveert en je ook weer nieuwe inspiratie geeft voor het komende jaar. Dus voor mij is het wel een blijver. Nou, ik denk dat we heel erg trots mogen zijn op het oncologiecentrum, op de oncologiebehandeling zoals die hier in Vicurie wordt gedaan. En dat we samen de schouders eronder zetten.